Ja, dat heeft te maken met de oorsprong van het gebouw. Het was ooit een zeemanshuis. Daarvan had je er een flink aantal in Rotterdam. Want zeelieden die hier vroeger een week of nog langer voor de wal lagen, omdat de schepen gelost en geladen moesten worden, die zaten zich te vervelen. Dus die hadden dan plekken waar ze naartoe konden. Ze konden er overnachten, er was geestelijke verzorging, er was vermaak. Dan hoefden ze niet allemaal naar Katendrecht, naar de hoerenbuurt, maar dan konden ze zich ook op een wat beschaafdere manier vermaken. En in die behoefte verzag dat zeemanshuis. Predikanten waren daar ook aanwezig. Ja, die gebouwen zijn er nog wel. De Tulip Inn is er al, is ook één zo'n gebouw. Alleen als zeemanshuis wordt het niet echt meer gebruikt. Het is nu gewoon een commercieel bedrijf geworden en door Tulip Inn overgenomen. Maar je kan er nog steeds koffie drinken.